Dit zijn de laatste beelden van Dennis Gentenaar bij NEC. Hij verlaat geblesseerd het veld tegen FC Twente en moet vervolgens lijdzaam toezien hoe zijn club degradeert. Ik denk, net als voor iedereen zeg maar, die NEC een warm hart toedraagt, dat pijnlijk is. En als je dat dan ziet, hoe het dan gebeurt, dan denk je van hoe kan dat? Geen waardig einde van een carrière die begint in de jaren 90. Dennis Gentenaar mag al op jonge leeftijd meetrainen met het eerste elftal. Maar wordt in de partijtjes vooral als speler gebruikt. Ik kan me ook nog wel dingen herinneren dat ik tegenover Anton Jansen moest staan op middenveld, zeg maar, met 11 tegen 11. Nou, daar werd je niet zo vrolijk van eigenlijk, omdat hij zoveel liep. En als keeper, ik ben gaan keepen omdat ik eigenlijk niet zoveel wou lopen. Zijn echte doorbraak is in 2000, als NEC mede dankzij uitstekend keeperswerk van de Nijmegenaar zelfs even koploper is van de Eredivisie. Ik geloof dat we de eerste 12 of 14 wedstrijden ongeslagen waren. En dat geeft natuurlijk sowieso ook als je voor het eerst echt vast in de basis komt, een bepaald zelfvertrouwen. En dat werkt dan ook door naar het team. Het absolute hoogtepunt is 2003. Gentenaar is schier onpasseerbaar en NEC haalt de hoogste positie ooit in de historie. De vijfde plek betekent zelfs plaatsing voor Europees voetbal. Wat er dan gebeurt in de laatste minuten is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. NEC kampioen! Dennis Gentenaar blijft zich ontwikkelen en maakt een fraaie transfer naar het Duitse Borussia Dortmund. Ik ging erheen als tweede keeper en ik denk dat de ervaring daar was gewoon super. Zijn volgende club is Ajax. In die periode verlaat Gentenaar zijn stad Nijmegen. En nu woont de doelman nog steeds in Ouderkerk aan de Amstel. Maar Nijmegen blijft toch ook zijn thuis. Dat je hier Nijmegen inrijdt en dus geeft een vertrouwd gevoel. Ik ben in Nijmegen opgegroeid en familie woont nog hier. Ja, hier is voor mij natuurlijk ook alles begonnen. Met voetbal. En ook sportief gezien blijft Nijmegen trekken. De doelman keert in 2013 terug naar de club waar het allemaal ooit begon. Ondanks dat het zo geëindigd is, zeg maar, ben ik toch heel blij dat ik, terug ben gekomen bij NEC. En dat ik hier in ieder geval alles heb kunnen afsluiten. Ja, jouw persoonlijke dieptepunt, dat moet natuurlijk gewoon zijn pek uit wat daar gebeurde. Dat je door een fout niet NEC naar de finale kon laten gaan. Ja, duidelijk. Je weet dat het je laatste kans is om zo'n bekerfinale nog te bereiken en te spelen. En dan gebeurt dat en dan is het over, het sprookje. Maar ondanks deze vervelende momenten hou je toch een mooi gevoel over aan NEC, dat je in ieder geval daar wel je carrière hebt afgesloten. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, NEC is uiteindelijk mijn club. Hier ben ik opgegroeid en hier heb ik het afgesloten. En als ik terugkijk naar alles, dan zijn het toch ook zeker heel veel mooie momenten die je in zo'n carrière meemaakt.